Badr heeft genoeg meegemaakt in zijn leven, weet je. En die heeft heel veel lesgeld moeten betalen voor heel veel dingen. Dus hij weet eigenlijk precies wat de jongens, welke weg ze beter wel kunnen behandelen en niet. Hier is Hamisha. His opponent, it's Dmitry Menshikov. There's an elbow to Billy's body, quit working. Yeah, he's kicking great for a 2-year layoff. He's mixing well, but. Oh! Head kick right on the cheekbone, it seemed. Three. And down goes Kozlov. Het is een beladen wedstrijd en die wordt eindelijk uitgevochten. En deze wedstrijd brengt ons natuurlijk een stap dichter bij de titel. En dat is natuurlijk belangrijk. Het voelt zeker dichtbij nu. Ja. Voor nu is deze wedstrijd heel belangrijk. En als hij deze wint, ja, dan denk ik dat hij wel die titelshot krijgt tegen Doumbé. Ik denk voor die 77 kilo dat hij toch wel degene is die wel de titel binnen kan halen. Want als je de record van Hamisha kijkt, tegen wie hij allemaal heeft gestaan. En het is wel een jongen die altijd voor de leeuwen gegooid is, snap je? En als je kijkt, hij heeft overal een KO en hij kan je neerhalen met een trap, met een knie, met een stoot. Dus ik denk dat hij een veel completere vechter is. Het is een completere vechter dan die jongen. Het is een goede jongen en die moet het vooral hebben van zijn handen. Maar goed, je moet sowieso voorbereid zijn op alles. En ik denk dat Hamisha en hij toch wel de twee jongens zijn voor op langere termijn voor Glory. Want het zijn twee allebei jonge jongens waar heel veel potentie in zit. Voor de toekomst denk ik toch wel dat dit de twee jongens zijn. Hij is wel een goede vechter. Hij heeft 3 partijen in Glory. Alle 3 op knockout. Ik heb 2 partijen in Glory, 2 op knockout. Dus het is sowieso een interessante vechter. Van wat ik heb gezien dat hij boksend wel sterk is. Dat hij vaak knieën geeft. Dus dat is wat ik een beetje van hem heb gezien. Sinds Badr terug is, dat is nu al een tijdje weer. Ja, het is gewoon goed. Het is gewoon geweldig om Badr hier rond te zien lopen en dingen van hem te mogen leren. Hoe ik Badr ken, hoe hij hier is met de jongens, hij is altijd heel behulpzaam met de jongens. Als de jongens hier vanuit het buitenland komen, bijvoorbeeld Mahdin, en die heeft loopt tegen dingen daar, en hij biedt altijd gewoon zijn hulp aan, weet je. Badr heeft genoeg meegemaakt in zijn leven, weet je. En die heeft heel veel lesgeld moeten betalen voor heel veel dingen. Dus hij weet eigenlijk precies wat de jongens, welke weg ze beter wel kunnen behandelen en niet. We zijn altijd goed overleg uit elkaar gegaan, dus er heeft nooit iets plaatsgevonden. En ja, daar zijn we uiteindelijk weer gewoon samen gaan werken. En uiteindelijk denk ik dat hij ook heel mooi in de groep past met de heavyweights die we nu hebben. We hebben een hele mooie groep. Heel veel jongens kunnen van hem leren. Maar hij heeft ook wat aan die jongens als sparringspartners. Dus ik denk dat het gewoon een hele goede is voor nu. En hij deelt ook graag zijn ervaring met je. En daar probeer ik zoveel mogelijk van mee te nemen. This guy is very dangerous. Be careful. He gonna smash everybody. Hamisha. Inshallah, inshallah. I always make him crazy, no problem. But he was with me in Las Vegas. What happens in Vegas? Wow, stays in Vegas. This guy smashed a lot of UFC champions. Abu had een wedstrijd en Hamisha die hielp de jongens als sparringspartner voor het staande stukje. Vegas was wel leuk. Het was wel iets minder leuk door de corona, want ze hadden daar wel nog strenge maatregelen. Maar al met al was het wel een leuke ervaring. Kijk, staand was hij vele malen verder dan de jongens. Snap je? Alleen ja, het is MMA. Dus het grondstuk is een heel ander verhaal. Alleen ja, het zijn wel gedisciplineerde jongens. Ze zijn altijd leergierig. En als ik een dag vrij had, dan berichten ze je van: hey coach, heb je vandaag tijd om even te trainen? Dus het zijn hele humble jongens. En ook als iemand van hun leden te laat kwam, dan kwam hij gewoon de les gewoon niet in. Snap je? En ook, ze hebben heel veel respect voor hun coach. Hij wil counteren met een rechte low kick op het been. En ze waarderen echt alles. Na de training, bedankt coach voor alles, voor de tijd. Die jongens zien ook gewoon dat een coach een heel belangrijke factor speelt. Mensen vergeten vaak hè, dat wij, heel veel jongens hier, als jonge jongens of meiden begonnen zijn. We reizen met hun de hele wereld over. Maar heb je, we maken alles mee, hun emoties, hebben ze thuis ruzie, je zit met hun in de hele hotelkamer, hebben ze ellende. Ja, je weet zelfs hoe ze ademen, hun ademhaling of die klopt of niet. Dus weet je, wij trainers, coaches, het is niet alleen maar dat stukje. Hè. Het is ook het stukje daarnaast, ze tegenslagen hebben, motiveer die jongen of die meid maar weer. Weet je. Dus we hebben veel meer, het gaat veel verder dan alleen de sportschool.
Ja, het is een hele mooie beleving, weet je. We hadden een mooie groep en ik bedoel, we trainen samen met het team van Khabib en Camaro. Ja, weet je, heel andere atleten, maar ja, dat zijn jongens die echt voor hun sport leven, weet je. Dus ja, toch heel veel dingen gezien waar heel veel jongens hier toch wel wat van kunnen leren. Training gaat goed, ik lig goed op schema en ik ben wel ready voor mijn wedstrijd. Dit is een mini-doel om bij het einddoel te komen, om de titel te pakken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino.